carnaval in onze provincie. Dat staat garant voor... Snoep en de luide muziek. Officieel is het carnavalseizoen al voorbij, maar in Hechtel-Exel hebben ze dit jaar een unieke zomerparade. We staan dit jaar 22 jaar en we wouden eens iets anders doen. En daarom zijn we bedacht gekomen van een zomerparade te doen. Dat doen we nu moment 18 wagens mee. 18. Die komen van Sint-Truiden, van Balen, van Lommel, eigenlijk over heel Limburg. Een van die deelnemende verenigingen is de amateurs uit Sint-Truiden. Dat is een zit anders als altijd in de winter eigenlijk. Hè. We hadden gehoopt op 25 graden, maar het zijn er 15 geworden. Het thema moet eigenlijk voorstellen, bakkers op de kermis. Dus wij zijn een beetje wit verkleed als een ozele bakker. Een beetje gay, dat is oké. Het zomercarnaval is een succes en lokt duizenden mensen naar het centrum van Hechtel-Exel. We hebben iets voor op een fles te zetten. Ik vind het leuk dat Boschke dat wil doen. Dat zou eigenlijk voor ons jaar in jaar uit mogen echt gerust gebeuren. Hier zit een pakje met allemaal snoep en een pen en een tekening in. Ik vind het wel fantastisch. Carnaval is altijd zo'n beetje de charme geweest, maar ik vind het wel goed. We hebben ook nog stilo's en verfborstels. En de rest is allemaal snoep. En een zakdoekje. Zakdoekje.